Verenigd Links heeft zijn bedenkingen bij de flexentie van gemeente Leeuwarden. Aan Eddy Stoker eerst de vraag, wat houdt flexentie nu precies in? Flexentie is een van de onderwerpen die in die monitor staat. En dat betekent dat er vorig jaar in Leeuwarden 66 mensen aan de slag zijn gegaan op een systeem waarbij een werkgever 12 euro per uur betaalt, het bedrijf Flextensie 5 euro daarvan krijgt per uur, de gemeente ook 5 en degene die aan de slag is bovenop zijn uitkering 2 euro. In feite ben je dan, heb je dan geen baan, maar doe je vrijwilligerswerk. Want ja, wie van ons gaat er normaal gesproken voor 2 euro per uur aan het werk? Dus in die zin, ja, als ik er goed over nadenk en ik kijk er naar, dan een gevoel van uitbuiting kan ik niet wegkrijgen. Dat is wat er in mij opkomt als ik dat lees en hoor. Een voorstander zou dan zeggen van ja, 2 euro, de uitkeringtrekker heeft dan 2 euro meer per uur. Dus er komt een beetje geld boven de uitkering. U ziet dat anders? Ja, omdat anderen dus veel meer aan jou verdienen. En waarom daar dan niet een normale baan van maken? Wethouder Eckhart van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wel tevreden. Hij krijgt die 5 euro binnen. Dus. Zo simpel is het. Zo simpel is het, ja. Vrijwilligersbanen zouden moeten worden omgezet in reguliere banen. Dat is zoals het zou moeten gaan. Want het beleid in Leeuwarden op dit moment is veel te veel gericht op vrijwilligerswerk en veel te weinig op eerlijk betaald werk. En officieel is de gemeente verplicht om te toetsen bij een project, een reïntegratieproject, of het tot verdringing leidt. Nou, dat doen ze ook niet. Ze doen er alleen wat aan als ze dat toevallig tegenkomen of van ons een tip krijgen. Maar ze horen officieel dat bij elk traject van tevoren te onderzoeken. En ook dat gebeurt niet. Gemeenten zouden sinds enige tijd verplicht zijn om de reïntegratietrajecten te toetsen. Volgens Verenigd Links houdt Leeuwarden zich niet aan deze verplichtingen. Cambuur won gisteren de bekerwedstrijd met 5-1 tegen Helmond Sport. Na afloop waren er dan ook alleen maar positieve geluiden te horen. Ik ben heel blij, zeker op hoe de avond verloopt. Vertrouwen opgedaan, andere goals gemaakt, goed gespeeld. Geen schade, we konden vroeg wisselen. Niet al te veel energie gekost, dus ja, voor ons wel het ideale scenario naar de MVV toe. Vooral het eerste half uur was heel erg goed. Daarna dringt Helmond Sport toch iets meer aan het laatste kwartier voor rust. Ja, klopt. Laatste kwartier werden we slordig. We moesten weer meer gaan schakelen en dan komen we meer in de duels terecht. Nou, dan zijn hun betere zons in de duels. Dus in de rust aangeven, meer rust aan de bal. Via de as voetballen en diep te maken. Nou, dat deden we geweldig met die tweede goal. Geweldige goal. Een van de uitblinkers was Kevin van Kippersluis. Kevin van Kippersluis, 2 goaltjes. Ja, dat is een fantastisch gevoel, denk ik. Ja, het is heerlijk. Helemaal om je eerste 2 te maken voor je nieuwe club. En dan, ja, weet je, eindelijk 5-1. Keurige avond. Niet al te veel over blijven praten, denk ik. En vrijdag wacht weer een heel ander potje. Alon kon zijn blijdschap niet onder stoelen of banken steken. Ja, heel erg lekker. Dit was onze, waar we vooraf over hebben gepraat. We wouden hier gewoon winnen, koste wat het kostte. En als je dan op zo'n manier wint, is gewoon lekker met veel doelpunten. Ik denk goed voetbal gespeeld als team, dus dat is zeker heel erg mooi. Ja, in de eerste helft kreeg je al een kans, 1-1 met Van Gassel. Die mis je dan nog, maar in de tweede helft maak je hem wel. En ook een hele mooie, hè? Klopt. Ja, de eerste helft kreeg ik volgens mij een steekbal van Saai en kwam ik van de zijkant door. Maar ja, ik was een beetje aan het twijfelen, ik keek of er iemand naast me vrij stond. Waardoor ik ja, misschien net iets te dicht op de keeper kwam, waardoor ik op de keeper schoot. Maar ja, de tweede goal zat er wel lekker in, gelukkig. Dus heb hopen dat ik het goed heb gemaakt. Ja, kun je die nog eens beschrijven? Ja, ik kreeg de bal van Justin vanaf rechts. Die kwam naar binnen en die speelde mij. En ik zag mijn man, die wou kort op me komen. Dus ik maakte een schijnbeweging en ging naar binnen. En toen schoot ik hem in de verhoek binnen. Cambuur is dus een ronde verder in de beker. Donderdagavond na de wedstrijd SDC Putten tegen PSV wordt er geloot voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Deze week is de internationale week tegen het pesten. De Friese zangeres Esmee wil met Help Me Out aandacht vragen voor het grote probleem. Esmee is zelf erg gepest en heeft hier een Fries gedicht over geschreven. Zij heeft het gedicht vertaald naar het Engels en heeft hier muziek bij gemaakt. U kunt nu luisteren naar haar nummer. MUZIEK
but the problems keep coming, and I feel